Dames en heren, welkom bij deze kleine korte video. Nou ja, of die klein en kort wordt, dat weet ik niet van tevoren, want het wordt heel moeilijk voor mij. Want hier zien jullie vier gasten. Hallo, Leroy, Pieter, Gilles en Kevin. Hallo. En laten jullie maar eens zien wat jullie gaan doen in deze kleine minigame. Ik hoop niet dat jullie gaan schrikken, maar laat maar eens zien wat jullie gaan doen. Oh, Pieter? Pieter? Doe je niet mee? Ja, oh, hij doet mee, kijk. En het is de bedoeling dat ik moet raden wie Kevin is, wie Pieter is, wie Gilles is en wie is Leroy. Dus jullie gaan door elkaar husselen en ik kijk ook niet meer wat jullie gaan doen. Dus jullie mogen lekker husselen. Terwijl we in het theater wachten op de goeie. Oké, hebben jullie genoeg gehusseld? Ja? Mag ik kijken? Ja, oké. Als jullie dan... ik kan natuurlijk onmogelijk weten wie is. Als jullie plaatsnemen in deze tjoek-tjoek-trein... Ja. Oh. Gaat iemand niet... Ja, dan gaat iemand toch zitten. Oké. Kijk, als diegene had gezegd... Oh, dan wist ik dat diegene dat was natuurlijk. Ja, ik ga heel erg opletten. Nou, ik ga eens kijken naar het gedrag. Iemand kijkt rond. Ik kan nog niks zeggen. Iemand kijkt heel stil. Dat zou misschien wel een Gilles zijn. En iemand ging laat zitten. Dat zou onhandige Pieter kunnen zijn. Ja, dit is lastig. Oké. Misschien kunnen jullie alle vier een voorwerp nemen. Om iets over jezelf te vertellen. En dan vertel ik voor dat Leroy niet zijn zwaar trekt. Want dat zou heel erg verklappen. Ja, of de Kickstar. Dus als jullie een item pakken. Dat ik iets kan over jullie kan omschrijven misschien. Oké. Als jullie allemaal een item pakken. Je ziet dat één iemand al een klokje hebt gepakt. Een kompas. Iemand die gebruikt heel veel een kompas. Iemand die heeft een redstone in zijn hand. Dus dat zou of Shield of Pieter zijn. Maar dat weet ik nu nog niet. En hier heeft iemand een helm. Nou, dat is duidelijk dat dat waarschijnlijk een Kevin is. Omdat hij altijd een bouwhelm op hebt. En iemand heeft Friet. Dus het zou een Belgische kunnen zijn. Dus ik zit te twijfelen tussen... Dit is Leroy. Dit is... Pieter of Gilles, dit zou Kevin zijn en dit zou Pieter of Gilles zijn. Ik ga een definitieve beslissing maken, denk ik. Want dat moeten we wel gaan doen. Bij de eerste ronde. Ik denk dat dit hier Kevin is. Klopt dat, Kevin? Hier, dit karretje. Ja! Het is Kevin. Heb je ook nog stembanden? Oh, je hebt nog stembanden, gelukkig. Ik heb nog stembanden. Kevin is af. Dan moet ik nog kiezen. Laten we een andere ronde doen. Even kijken, jij bent een Pieter en dat is een Gilles. Of het is andersom. Ik denk dat dit Pieter is, maar ik weet niet zeker. Dus we moeten nog iets gaan doen. Kunnen jullie nog een tip geven met een item? Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, gaan we kijken. Iemand heeft hier allemaal voorwerpen. Ik zie hier een koekje. En ik zie een redstone. Die redstone. Jullie zijn gewoon Pieter en Gilles. Eén van deze twee. Ja, jullie zijn het. Ik moet gokken. Ik gok gewoon heel erg dat dit Pieter is, omdat hij zeg maar te laat instapt. En Pieter is soms wel een beetje een kluns. Soms. Dus ik denk dat dit... Ik weet niet zeker of dit Pieter is. Even kijken hoor. En een zo vreemd koekje. Uit, hè? Een koekje. Ik weet... Ja, Gilles bak koekjes, maar Pieter doet dat ook. Maar die maakt meer bonbonnetjes, dacht ik. Maar jullie... Het zijn echt een stelletje koekenbakkers. Echt? Nou, ik denk dat er wat duidelijk is dat dit Leroy is. Even kijken hoor. En dan hebben we alleen nog deze en deze. Maar dit is lastig, want hier zijn allebei Belgen. Niks tegen Belgen hoor, maar dit is lastig. Even die frietlucht. Ja, frietlucht, ja. Oh, iemand gooit mijn redstone hier. Ja, wat... ik ga gokken. Ik ga gewoon gokken. Ik denk echt dat dit Pieter is. Wil je jezelf laten zien? Wie is... Ja! Het is Pieter Kluntje! Dan moet dit natuurlijk Gilles... Ja, Gilles de Krookie. Zullen we het anders Krookie. Doen? Zullen we nu Leroy zijn? Ja, jullie zien eng, mij, wie ik, je ziet wie ik ben. Dat zie je wel, maar Leroy ziet dat niet. Leroy ziet niet wie is. Ja, ik denk dat ik daar wel weet. Nu mag je omdraaien. Zo, en nu gaan we door elkaar husselen. Jongens, husselen, hussel. Kijk uit, sloopt die treinkaart niet. En ik denk dat we genoeg gehusseld zijn, denk ik. Ja? Oké. En als je praat, moet je natuurlijk wel gaan lopen, Vince. Anders dan weet ik het. Ja. Wel zo slim. Nou, ga maar zitten allemaal. Dit is echt... Ja, dit is lastig, hè? Dit is echt heel raar om te zien. Ook. Al die kopjes die... Al die
kopjes op. Ik loop zo langs en die kopjes die draaien fucking droog mee. Heb je een idee? Of heb je een opdracht? Ja, pak maar weer een item. Oké. Okay. En wat voor item moet het worden? Iets met... Ja. Wat iets over jezelf zegt. Ja. Die is wel heel erg verraderlijk, denk ik. Oké. Okay. Oh, god. Dat is lastig, hè? Ja, ik denk dit, Vince. Hier zo. Hoe denk je dat? Omdat jij van die spulletjes hebt als research pack houdt. Mm. Die schattige pakjes. Oh nee. Hey, Pieter? Ook niet. Wel. Hij klinkt, ja. Yeah. Is het een Belg? Ik weet niet. Ik denk... Nou, oké. Ja, dat deze... Hey, heeft een wortel. Net als hij wat anders. Ik denk Kevin. Al. Ik gok Kevin. Nou, je hebt mij goed gegokt natuurlijk, omdat ik Donald zijn hoofdje op. Ik wou de knuffelpak eerst, maar ik dacht, ja, dat verraadt heel veel. Zo. Schatten. Ik denk deze Kevin, op een of andere manier. Hoe denk je dat? Gewoon een gevoel? Ja! Ja! Nice. Moet je twijfelen, dus hotdog en friet. Ja! Dat zou lastig zijn, dit Pieter. Ja? Ja, ja. Rechts ziel, links Pieter. Ja! Yo! Ja! Ja! Oh! En dan zal dat Pieter zijn. Hij was fout, hè? Hij zei links, hè? Nee, hij zei dat. Ik zei het goed. Tof. Zo. Nice. Nou, dit was de hotdog van Pieter. Nou, dit was de korte video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat vooral een like achter, want dit is best wel een pittig, hardcore spelletje. En tot de volgende keer. Doei! Doei!